Hoe vind je de show tot nu toe lopen? Hoe zeg ik ben... En ik meen dat echt, ik ben echt wel ontroerd. Dus, ik weet dat ze maanden aan gerepeteerd hebben, alles gedaan. Maar ja, ik zit er straks tegen mijn vrienden die er zijn, doe dat in Saint-Tropez en iedereen zegt van wow, de show in Bol zit dat niet. Ik vind het knap, er zit geen moment stilte in. Het zit niet, zowel het niveau als de cadans. Dus, bravo aan Ben en Hans en team voor wat ze hier gedaan hebben, echt waar. Het is wat dat ik hoor, het is al op een jaar tijd, op twee jaar tijd, een stuk internationaler en professioneler geworden. Heeft dat iets met Mark Koeken te maken? Ja, het ergste van alles. Iedereen vraagt mij dat, maar ik heb geen enkel liedje gekozen, ik heb geen enkele act gekozen. Ik heb gewoon ook samen met Geert Tosten gezegd van kom aan. Wat dat gebeurt elders, waarom kunnen wij dat hier niet? Maar dan aan een heel betaalbaar, heel, heel toegankelijk tarief. We gaan hier dit jaar, ik denk in totaal 160 shows geven, middag en avond samen. Dat zijn 70.000 mensen en dat is een enorme verantwoordelijkheid. En dat we nu al voelen van dat gaat feest zijn, en wel door de lat hoger te leggen, ja, dan doet u best. En ik vind het super wat ze ervan maken.